Zo, we zijn hier in Jokmok. We staan op de Poolcirkel. De traditionele bewoners van dit gebied heten de Sami. Dus wat wij vandaag gaan doen is traditioneel Sami vissen. Nou, de Sami die vissen niet met een net en ook niet met een hengel. Die doen het met hun handen. Oké, wat gaan we doen? Je ziet hier een visbassin, er zitten 100 vissen in. Je gaat zo meteen proberen in 1 uur tijd exact 3 kilo vis te vangen. Maar om die vis te vangen moet je eerst een fuik gaan maken. De kandidaten hebben precies 1 uur de tijd. Eerst maken ze een fuik van takken en touw die ze in het visbassin zetten. Met hun blote handen moeten ze vervolgens vis vangen. Die vis wordt gewogen. En wie het dichtst bij die 3 kilo uitkomt, die is de winnaar van dit traditionele Sami-vissen. Frederik lijkt safe te staan. Maar voor de 3 anderen gaat het erom spannen. Probeer in die 1 uur tijd zo dicht mogelijk bij die 3 kilo te komen. Want dan ga je er vandoor met 2500 euro. Ik heb vroeger wel mijn hengeltje gevist. Maar ik vond het eigenlijk heel saai. Turen naar zo'n dobber. Dus dit is wel anders. Dit is gewoon vol erop. Een beetje op een berenmanier. Zijn jullie klaar? Bouwen van het fuikje? Ja? Oké, 3, 2, 1, go! Ik heb even naar die fuik gekeken die ze als voorbeeld hadden gemaakt. Dat zag er nog best wel ingewikkeld uit met allerlei verschillende knopen. Maar Frederik heeft natuurlijk alweer zijn plannetje klaar. Ik had eigenlijk vrij snel bedacht hoe ik het deed. Eerst de hoekjes, die zijn sterk. En dan daarna kruislinks die traletjes maken. Lekker, Freek. Nou, eigenlijk gaan jullie veel sneller, zie ik. Ik dacht dat ik heel lekker ging. Oh, de touw is zo lang. Ja, zeg het. Ja, irritant. Fucking lang touw. Jongens, ik lig echt ver achter, man. Hard gooien. Eigenlijk maakt het me ook niet zo'n zorgen, want het gaat toch om het vissen vangen. Dus je kan maar beter een goede stevige fuik hebben dan dat het alles in elkaar lazert. Is die rechterkant is die al klaar daar, deze kant? Deze kant, ja. Ja? Maar die hangt helemaal los. Ja. Is aan het sjoemelen, Freek? Hou er in de gaten, hè? Oh, die is losgegaan. Ah, goed dat je het zegt, want dan had ik hem helemaal niet door. Dus met al die visjes eruit aan. Ik heb gemerkt met andere opdrachten dat ik soms iets te, of juist weer te nauwkeurig wilde doen. Maar ja, het moet ook wel een beetje snel. Het hoeft niet te netjes, denk ik. Ik vind jou zo steeds minder leuk worden. Tegen wie heb je het? Tegen het jenkje. Zichzelf. Tegen het meisje met de slappe fuik. Het slappe fuikenmeisje? Ja. Meisje wat echt gewoon met 3 touwtjes een hele fuik bij elkaar sprokkelt. Weet je wat? Ga ik ook doen. 1 keer heen en vast. Vast is vast. Alleen 1 kant is nog niet helemaal vast. Misschien had ik hem dan toch iets strakker moeten maken. Maar voor nu, hij was functioneel. Functioneel genoeg. Sorry, ik sta op je touw. Hou je touw bij je. Charlie Chan. Ja, Amanda. Ja. Ik vond uiteindelijk dat mijn fuik er best wel goed uitzag. Als ik toen ik keek naar die van Pauline en Amanda, toen dacht ik, nou, heb ik best goed gedaan. Best netjes, best snel ook nog. Ja, oké. Check. Pauline de fuik ziet er niet zo stevig uit. Maar ze kan wel als eerst het water in. Ik denk wat een voordeel is om toch als eerst in het water te zijn. Want dan is het nog rustig. Als je met z'n vieren door het water zit te banjeren, dan kan het ook maar zijn dat je net met de vis bezig bent en iemand anders die is het ook in die hoek en dan springt het ook alle kanten op. En ook Amanda is klaar met haar fuik en zij kan als tweede proberen om precies 3 kilo vis te verzamelen. Het was wel heel koud in het water, maar je bent zo gefocust of je die vissen wil vangen. In het begin, het gaat gewoon mis, alles nat. Je kon ze in de hoek drijven en dan je handen er eigenlijk onder en dan heel rustig omhoog. En dan pakte je ze zo met je handen. En de eerste vis van Paulien is meteen een hele dikke vette. 58, 85. En vervolgens kan die vis in haar pasgemaakte fuik. Amanda heeft ook haar eerste vis, al is het eerder een heel klein bescheiden visje. Ja, 140. Charlie gaat als derde te water. En Frederik, die bekijkt het rustig vanaf een afstandje. Kijk, ik heb wel het voordeel dat ik er later in kan. Dan kan ik al eens een beetje kijken hoe ze het doen.
waar ik van schrok is dat het water gewoon ijskoud was. En die anderen hadden daar geen last van. Ik was gewoon alleen maar, wat is het water koud? Wat is het water koud? Ik voelde die kou gelijk helemaal door mijn hele lichaam gaan. Zag ik die anderen ook gewoon zo rustig lopen. Ik dacht, nou, ik moet het maar op een of andere manier proberen uit te schakelen. Toch die visjes te pakken te krijgen. En nu vindt ook Frederik het tijd om het water in te gaan. Maar vissen op een Sami-wijze. Hoe doe je dat eigenlijk? Je moet daar gewoon je techniek vinden, want je hebt het nog nooit gedaan. Dus in het begin dacht ik, nou, ik besluip er één, weet je wel. En dan ga ik er boven en dan pak ik hem, maar dan zwemt hij zo uit je handen. Ja, die kiest ruim eens op. Volgens mij heb ik meteen gelijk een paar joekels te pakken. Dus het was wel, dat was wel mooi. En ik dacht eerst van, nou, ik ben benieuwd of dat wel gaat lukken. 65. Goed zo. Voor Amanda is het vandaag erop of eronder. Wil ze niet in het ultieme duel belanden, dan moet ze winnen en de 2500 euro pakken. Natuurlijk ga ik alles uit de kast trekken. Ik ga nog meer uit de kast trekken dan wat ik in huis heb. Ik wil echt de eerste worden vandaag. Oh, dat is een vette. 84. Toen had ik mijn eerste visje, maar ik... Op de een of andere manier was ik heel goed in de kleine visjes te pakken te krijgen. Niet in de grote. 180. Maar het duurde inderdaad vrij lang voordat ik er één had. Redelijk frustreerd. En toen had ik er één. Dat was echt ook een klein pokkeding. Zit je eerste vis? Ja. 160. Maar goed, elk visje dat je vangt ben je blij mee. Pauline heeft allemaal joekels van vissen. Ja, kom maar. Oh, die gaat lekker. Is hem allebei erin? Ja. Uiteindelijk heb je toch een beetje je techniek te pakken hoe je dat moet doen. En dan breng je de een en de ander binnen. 24 bij elkaar. Het schiet lekker op. Oh. 500. Pauline heeft uitgerekend dat ze nu over de 3 kilo zit. En ze zal er dus eentje moeten terugzetten. 420 gram moest er weg. Dus ik denk, nou, welk visje zal ik eens eruit halen om weer terug te doen en te laten wegen bij Lauren? 400. 420, sorry. Echt? Ja, 420. Ja, dat was precies genoeg, zeg maar. Dus ja, dan denk je 3 kilo. Ja, nou, weeg het maar af. Ja, bij de visboer krijg je het misschien niet zo netjes. Mag jij terug, lief visje? Word jij gered? En toch is er nog enige twijfel bij Paulien. Dan denk je, ja, ik moet even rustig staan. Even goed rekenen dat ik geen fouten maak. Want het zou zonde zijn, doordat ik te haastig ben, dat je gewoon even een rekenfout maakt. En Amanda is ook aan het rekenen. Stop. Ja, stop. Sure. Tel pijn. Heb je precies 3, denk je? Nee, zit er 20 boven of 20 onder. Ja, het vond het wel heel spannend. Want ik hoopte gewoon dat Paulien zich had verrekend. Die heeft dan een keer eerder een puzzeltje gemaakt. En zei ze, ja, ik heb hem helemaal goed. En toen bleek dat ze hem verkeerd had. Tel pijn. Precies 3, denk je? Frederik, Charlie, we hebben nog 5 minuten. Je wil je handen samenknijpen om zo'n vis te vangen. Je moet best hard knijpen. Maar omdat het allemaal wat koud is, gaat het allemaal wat stroever. En dat frustreert af en toe. Nee. Ga je stoppen? Ja, volgens mij zit ik er 20 gram onder. Maar een visje van 20 gram zei hij niet. Nee. En ik vind het wel mooi geweest, eigenlijk. Okay. Charlie, nog een minuut, hè? Ja. Maar ik kan mijn vingers gewoon, die zijn zo stijf van de kou. Ik kan bijna niet meer dit doen. 3, 2, 1. Tijd is om. Ik wist gewoon dat ik er nog halve kilo onder zat of zo. Dus ik wist dat ik wel laatste zou zijn. Was het leuk? Dat was heel leuk. Ja? Ja. Ja. Doe je niet elke dag, hè? Vissen met je blote handen. Nee, ik heb de uitslag.
De bedoeling was om zo dicht mogelijk bij de 3 kilo te zitten. En er is één iemand van jullie die daar exact in geslaagd is, op de gram. En die heeft €2500 verdiend. Dat is Paulien. Yes! Ja, dat komt er toch. Goed gedaan, Paulienke. En er waren er nog twee. Die hadden eigenlijk maar één visje verschil van elkaar. 80 gram. Echt een heel klein verschil. Tweede en derde plek. Frederik, jij hebt de derde plek. Ja, het maakt niet heel veel uit. Het scheelt mij €500. Dus, maar ja, het moet wel scherp blijven. Het is wel goed even om me wakker te schudden. En Amanda, de tweede plaats. Ja, en Charlie, jij bent de laatste. Ja, ja, dat wist ik al. Ja, dat dacht je al een beetje, hè? Je kwam toch wel wat tekort. Ik wist sowieso dat ik tekort kwam, maar ik kon ze gewoon niet meer te pakken krijgen. Nou, dat wil zeggen dat vanavond het ultieme duel gespeeld wordt door Charlie en Amanda. En ik wilde niet. Ja, dat begrijp ik. Dan kan dat ook niet helpen. Nee, ik ben nu eigenlijk al een beetje zenuwachtig voor zo direct. Want dan is het toch wel gewoon de Rob of de Ronder. Neem als afscheid van allebei, want een van hen gaat niet terugkomen. Ja. Jammer, hè? Je hebt er goed in. Zet hem erop. Ja. Goed concentreren. Amanda? Nou, je hebt het al zo vaak gedaan. Ja, zeg wel vaak. Jij weet wat je moet doen. Erg, hè, als je zo'n hechte groep hebt. Dat er iemand weg moet. Het wordt wel steeds echt stiller dan. Ja. Ik vind het ook. Oké, zullen we gaan? Ja. Frederik blijft aan kop. Paulien is Charlie voorbij en pakt daarmee de tweede plek. En Amanda en Charlie zijn veroordeeld tot het ultieme duel.